kort. Ford trok naar Genève met de vijfdeurs berline en de breekversie van zijn nieuwe Focus. Deze generatie, die het zal moeten stellen zonder driedeurs variant, rust op een nieuw platform. Zijn mechanische basis zal wereldwijd voor 10 modellen gebruikt worden. De Focus wil bij zijn generatiewissel een meer uitgesproken persoonlijkheid uitstralen. Vooral de achterlichten, die tot ver in de dakstijlen doorlopen, vallen op als stijlkenmerk. In tegenstelling tot vroeger zal het design van de nieuwe Focus trouwens in grote lijnen identiek zijn op alle markten waar hij wordt aangeboden. De middenconsole is zodanig ontworpen dat de verschillende bedieningsknoppen en het scherm goed binnen handbereik staan. Bovendien beschikt de bestuurder over 2 multifunctionele knoppen op het stuur. De linkse bedient het scherm op het dashboard, terwijl de rechtse dat op de middenconsole bestuurt. Dankzij zijn nieuwe platform beschikt de nieuwe Focus over een meerarmige achterophanging. De subframes voor en achteraan werden herwerkt en ook de elektrische stuurbekrachtiging is volledig nieuw. Bovendien heeft Ford op de voortrein een systeem geïnstalleerd dat het vermogen actief verdeelt over de 2 aandrijfwielen. Nog een technische nieuwigheid is de gerobotiseerde 6-versnellingsbak met dubbele koppeling die PowerShift werd gedoopt. Onder de motorkap liggen enkel drukgevoerde krachtbronnen met directe inspuiting, waaronder de nieuwe EcoBoost 4-cilinders. Eind dit jaar is de nieuwe Focus te koop.